Ik ben Mark. En ik ben bijna 6. Ik kan niet wachten. Vandaag ga ik voor het eerst in mijn leven met de metro op reis. Mijn stiefmoeder Maria en ik gaan naar de bioscoop om een nieuwe tekenfilm te zien. Dan kun je het beste met de metro gaan. De ondergrondse trein rijdt diep onder de stad door. Dus om op het perron te komen moeten we naar beneden met een lange roltrap. Oh, dat is jammer. We missen net een trein. Maakt niet uit. Maria zegt dat er zo meteen alweer een andere aankomt. Wat zijn dit voor rare kleuren op de grond? Het zijn de kleuren van een regenboog. Maar waar komt het licht vandaan? Maria zegt dat het de zon is, die door dat raam daarboven naar binnen schijnt. De zon weerspiegelt door het glas. En daardoor zie je de regenboogkleuren op de grond. Daar komt onze trein. Je moet snel zijn als je de beste plek wil hebben. Ik wil helemaal voorin zitten. Deze trein wordt bestuurd door een computer, dus er is geen bestuurder. Ik doe net alsof ik de bestuurder ben. Ik kijk naar de rails om te zien hoe ik moet sturen en volg de vorm van de tunnel. Nu verlaat de trein de ondergrondse tunnel. We reizen een stukje boven de grond. Dat betekent dat we er bijna zijn. Met de metro reizen is leuk. En ik kan niet wachten om naar de bioscoop te gaan.